1 januari is net voorbij en toen had ik een aantal goede voornemens. En ja, ik heb thuis zo'n 30 boekenkasten vol met boeken. En een van mijn goede voornemens was minder boeken kopen. Hmm. En ik denk dat er een of ander hemelswezen mij heeft afgeluisterd en dacht, nou, daar kan ik wel voor zorgen. Of er hogere machten in het spel waren, is de vraag. Maar op 1 januari besloot mede-eigenaar Arno de Bruin om de deuren van een van de oudste boekhandels van Leiden definitief te sluiten. De winkel die stopt helemaal. Wij gaan hier verder. Of wij, ik spreek nog in de wij-vorm. Men gaat hier verder als veilinghuis voor boeken, prenten en manuscripten. De tijd laat mij ook niet los en ik ben nu 69... En ik heb gedacht, ja, ik moet er ook een keer een punt achter zetten. Hè. Dat is iets moet ook eindig zijn. Ondanks dat de sluitingsdatum al gepasseerd is, staat de winkel nog vol met boeken. Ja, we hadden geen zin om een uitverkoop te houden. Dat is een beetje mijn eer te na. Ik heb dat met liefde verzameld. En ik denk dat het goed is dat het gewoon nu geveild wordt. Dan kunnen mensen daar kiezen. En er zitten ook onderwerpen bij, bijvoorbeeld het klein kastje met Leiden geschiedenis. Ja, die zal misschien worden overgedaan aan een collega. Maar er vindt geen opheffingsuitverkoop plaats. Compagnon Arne Steenkamp zet het veilingdeel van het bedrijf door. Hij zocht de samenwerking met een groot Amsterdams veilinghuis. Wij gaan die twee veilinghuizen naast elkaar blijven draaien. Burgersdijk met zijn eigen specialiteiten. Wetenschappelijke bibliotheken onder andere. Dat gaat gewoon door, ja. Vanuit dit pand ook. Daar waar nu de winkelboeken staan, daar komt onze handbibliotheek. Dus we hebben veel handboeken nodig voor het beschrijven van boeken, bibliografieën en zo. En die komen op de plek te staan waar de winkelboeken stonden. Ja. Ik vind het liefst boeken die ik nog helemaal niet ken. Mm-hmm. Dingen die niet in mijn collectie passen, die passen juist het best, zo gezegd. Mm-hmm.